In deze video leer je 3 dingen die je op moet geven om je eigen vibratie te verhogen. Om meer in het hier en nu te komen, meer in de flow te komen met het leven en gelukkiger te worden in je leven, heb je deze 3 dingen in je leven op te geven. Bij deze, ben je er klaar voor? Mooi! Mijn naam is Pim Jansen. Mijn missie in het leven is om zoveel mogelijk mensen te inspireren om meer uit hun leven te halen. En in deze video ga ik je helpen om 3 dingen op te geven, zodat jij meer gelukkig, met meer liefde, met meer vreugde, met meer plezier door het leven kan gaan. En het eerste wat ik je mee wil geven, wat je op te geven hebt om je gelukkiger te voelen en je vibratie daarin te verhogen, dat is de slachtofferrol innemen. In NLP noemen we het ook wel aan de gevolgkant van je leven staan. Want alles in het leven kan je voorstellen als het hebben van een oorzaak en een gevolg. En alles staat met elkaar in verbinding. Dit veroorzaakt dit, dit veroorzaakt dit. En zo wordt van alles in het leven wordt door elkaar veroorzaakt. Alleen de vraag is, in je hoofd, op welke plek sta je? Sta jij aan de kant van, goh, het leven overkomt me. En alles wat er in mijn leven gebeurt, dat gebeurt omdat God mij wil straffen. Of omdat ik het nou eenmaal slecht getroffen heb, of omdat het leven nou eenmaal zwaar is. En al die dingen, die kun je zo interpreteren. Of je zou ook kunnen interpreteren van, hey, ik sta aan de oorzaak van mijn eigen leven. En dat wil zeggen, ik neem 100% verantwoordelijkheid over hoe ik me voel en hoe ik omga met de dingen in mijn leven. Betekent niet per se dat je je per se altijd verantwoordelijk voelt voor wat er gebeurt, hoewel dat zeker zou kunnen. Alleen je voelt je in ieder geval verantwoordelijk voor hoe je ermee omgaat. Dus of er nou iets positiefs gebeurt in je leven, of dat er mensen je verlaten, of dat mensen je oneerlijk behandelen, of zelfs dat mensen misbruik van je maken. Hè, wat er ook gebeurt in je leven, hoe kun je daarmee omgaan om er bijvoorbeeld van te leren? Of hoe kun je hiermee omgaan om bijvoorbeeld andere mensen uiteindelijk weer te helpen? De meest succesvolle mensen, de mensen die soms duizenden of miljoenen mensen geholpen hebben, zijn soms de mensen die zelf verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Puur omdat ze weten van, oké, wat ik hier heb meegemaakt, dat gun ik niemand anders en daarom ga ik duizenden mensen helpen om uit die situatie te komen. En dat is het moment dat ze uit de slachtofferrol stappen en juist in de rol stappen van, hé, ik ga aan de oorzaak staan. Ik ga andere mensen helpen. En reken maar dat ze op die manier hun eigen vibratie als het ware verhogen. Dat ze gelukkiger worden en ook veel meer succes aantrekken in hun leven. Simpelweg omdat zij verantwoordelijkheid nemen. Omdat ze aan de oorzaakkant gaan staan. Dus denk eens na voor jezelf. Wat zijn gebieden in je leven waar je wellicht op dit moment nog een slachtofferrol in neemt? Wat zijn bepaalde relaties waar je nog steeds de gedachte hebt van, goh, hij of zij had dit nooit zo tegen mij mogen doen. Of hij of zij had dit nooit zo tegen mij mogen zeggen. Of wat zijn situaties in je leven waar je het gevoel hebt dat het niet helemaal eerlijk is gegaan zoals het is. Wat zijn andere gebeurtenissen waarbij je nog steeds het gevoel hebt dat je meer slachtoffer bent van omstandigheden dan dat je het echt zelf gecreëerd hebt en hier echt zelf verantwoordelijkheid voor genomen hebt. En wat heb jij te doen om deze dingen los te laten? Wie heb je te vergeven of wie heb je alsnog iets extra's te geven of hoe heb je hier verantwoordelijkheid voor te nemen om het heft in eigen handen te nemen en zelf schipper aan je eigen schip te worden als het ware. Wat heb je te doen om ervoor te zorgen dat jij van die gevolgkant daadwerkelijk stapt naar de oorzaakkant en zelf het heft in eigen hand te nemen? Nou, dat is nummer 1. Nummer 2 wat je op te geven hebt om je vibratie te verhogen en om ervoor te zorgen dat jij een gelukkiger leven leidt, is negativiteit. Negativiteit is een van de meest destructieve gedachten en gevoelens die je kan hebben. En het is iets heel algemeens. Hè? Negativiteit in zijn algemeen kan zijn negatief denken over jezelf, over de wereld, over anderen. Maar het kan ook zijn de dingen die je in je omgeving tegenkomt. Bijvoorbeeld gesprekken die heel negatief geladen zijn. Waarbij je constant aan het klagen bent of aan het roddelen bent. Dat zijn echt van die gesprekken die je zo snel mogelijk af wil kappen. En zo min mogelijk wil hebben in je leven omdat je jezelf hiermee vastzet. En door te roddelen denk je dat je iemand anders
eigenlijk kwaad doet en voel je daar misschien schuldig over. Maar wat je daadwerkelijk doet, is je zet jezelf klem. Die ander heeft er misschien last van, misschien niet. Alleen jij bent de persoon die er het meest last van heeft. Op het moment dat je bijvoorbeeld aan het roddelen bent. Want jij bent de persoon die daar de emotionele consequenties direct van ervaart. En je blijft daardoor vastzitten in de energie als het ware waar je op dat moment in zit. Dus die negativiteit wil je uitbannen. En de reden dat enorm veel succesvolle mensen bijvoorbeeld nooit naar het nieuws kijken. Hè, als je miljonairs en miljardairs gaat interviewen of boeken van ze gaat lezen. Dan kom je erachter dat bijna geen enkele persoon die het of op financieel vlak of op een heel ander vlak heel erg voor elkaar heeft in het leven. Dat ze bijna nooit bijvoorbeeld nieuws kijken. Waarom? Omdat heel veel nieuws negatief geladen is. En ze ervoor kiezen om dat heel bewust te vermijden. Nou zeg ik niet dat je dat ook te vermijden hebt. Je mag daar helemaal je eigen keuze in maken. Alleen, ik zal je wel vertellen dat ik het voor mezelf wel vermeden heb om precies die reden. Omdat ik zoveel mogelijk negativiteit in mijn leven wil uitbouwen. Het betekent niet dat je op een niet realistische manier naar de wereld te kijken hebt. Ik ben de laatste persoon die je gaat vertellen om altijd maar naïef te zijn. En altijd maar te doen alsof de wereld alleen maar happy the peppy is. Ik ben de persoon die jou zal vertellen van hey, kijk realistisch naar wat er is. Kijk realistisch naar wat er goed is en naar wat er niet goed is. En fix de dingen die niet goed zijn, zodat je uiteindelijk een gelukkiger leven leidt. Alleen dingen zoals bijvoorbeeld nieuws, hè, en niet al het nieuws, want er is genoeg nuance en dit en dat. Alleen over het algemeen, hoe het tot nu toe vaak is geweest, is dat het een heel negatieve bias heeft. Waarom? Simpelweg omdat dat de meeste aandacht trekt. Positief nieuws verkoopt gewoon niet goed. Mensen zijn er gewoon vaak niet naar op zoek. Omdat onze drang naar overleving ons vertelt van hey, we moeten zoeken naar gevaar, gevaar, gevaar. Waar gaan dingen mis? Want zolang ik daar bewust van blijf, dan kan ik die gevaren vermijden. Alleen dit biologische instinct, wat ons ooit waarschijnlijk enorm heeft geholpen, zit in zo'n geval enorm in de weg. Want als je de hele wereld, als je al het nieuws van de hele wereld zou bekijken, dan is er altijd wel iets om vooruit te kijken. Dus dan leef je eigenlijk in een constante staat van stress en van spanning. Omdat er altijd wel iets is om bang voor te zijn. Dus wat je wil doen is je wil die negativiteit, die wil je zoveel mogelijk vermijden. En voornamelijk die negativiteit waarvan je weet dat je er toch niks aan kan doen. Want 9 van de 10 dingen die buiten jouzelf gebeuren, die bijvoorbeeld in het nieuws voorkomen, zijn dingen waar je niet per se zelf iets aan kan doen. Nou, een heel mooi alternatief als je zegt ik wil toch echt op de hoogte blijven. Er zijn soorten van nieuws die speciaal gericht zijn op positiviteit. Speciaal gemaakt zijn om mensen toch de positieve dingen mee te geven. En het filter als het ware aan te passen. In plaats van dat je 90% negatief en 10% positief krijgt, krijg je dan misschien 90% positief en misschien 10% negatief. Zodat je mindset, je filters als het ware meer ingesteld zijn voor positiviteit in het leven. Dus dat is een van de mooiste cadeaus die je jezelf kan doen, is om negativiteit zoveel mogelijk uit je leven te bannen. En op wat voor manier je het doet, nogmaals, is helemaal aan jou. Of je nou minder wil roddelen, minder wil klagen in je leven, minder negatieve gedachten wil hebben door bijvoorbeeld motivationele muziek te luisteren of motivationele speeches te luisteren, of bijvoorbeeld 's ochtends te mediteren zodat je direct in een positievere stemming bent. De opties zijn eindeloos. Alleen zorg ervoor dat je zoveel mogelijk negativiteit laat varen. En het derde dat ik je mee wil geven, wat je op te geven hebt om je vibratie te verhogen en met meer geluk, meer liefde, meer plezier door het leven te gaan, dat zijn ongezonde gewoontes. Ongezonde gewoontes waarvan je het gevoel hebt dat ze je tegenhouden. En dit zijn van die sneaky dingen, want ongezonde gewoontes, we weten allemaal dat te veel patat of te veel hamburgers eten of te veel snoepen, dat het je uiteindelijk een slecht gevoel geeft, een gevoel geeft van minder energie. Alleen het zijn van die dingen die vaak heel stukje voor stukje je leven binnendruipen. Je hebt vaak het idee van nou 1 snoepje of 1 koekje of 1 patatje of 1 whatever kan niet zoveel kwaad. Alleen zodra het steeds meer en meer gebeurt, dan plotseling heb je het gevoel van oh shit, nu zet ik mezelf wel degelijk klem. Dus je hebt daar bewust van te zijn. Van hé, wat zijn nou die dingen in mijn leven waardoor ik over het algemeen het gevoel heb dat ik bijvoorbeeld minder energie heb?
En begrijp me niet verkeerd. Je hoeft niet alles op te geven waar je misschien toch ergens nog plezier aan ontleent. Hè? Al het ongezonde op te geven. Ook dat is weer helemaal aan jou. Alleen wat je wel te doen hebt, is eerlijk te zijn aan jezelf. Eerlijk te zijn, en dat kun je vooral doen door nadat je bijvoorbeeld iets gegeten hebt. Nadat je bijvoorbeeld een hamburger gegeten hebt. Of nadat je bijvoorbeeld gesnoept hebt. Om een kwartier of een half uur later gewoon bij jezelf naar binnen te gaan en te voelen van, hé, hoe voel ik me nu? Voel ik me nu beter of voel ik me nu minder? En iedere keer dat je merkt van, hé, ik voel me nu minder en het verschil is toch wel enigszins wel merkbaar, dan heb je heel bewust te zijn voor jezelf van, hé, wil ik dat? Wil ik korte termijn plezier ervaren om vervolgens op lange termijn, een kwartier of een half uur later, toch me minder goed te voelen, minder energie te hebben? Heb ik dat ervoor over? Heb ik 10 seconden van plezier ervoor over om vervolgens een uur of 2 uur lang minder energie te hebben? Hoe is dat voor mij het waard? Is dat het waard of niet? En ik kan je garanderen, als je daar meer bewust van wordt en op een gegeven moment daar steeds bewustere keuzes in gaat maken, dat je als vanzelf daarin je vibratie als het ware verhoogt, gelukkiger in het leven staat, meer plezier, meer geluk, meer liefde kan ervaren. En dat het leven je langzaam maar zeker meer en meer gaat toelachen. Dus, om kort samen te vatten, de 3 dingen die je op te geven hebt op het moment dat je jouw vibratie wil verhogen, zijn als eerste slachtoffer zijn en de slachtofferrol innemen. Als tweede negativiteit, ofwel in jezelf in de vorm van gedachten en gevoelens, ofwel buiten je in de vorm van bijvoorbeeld het nieuws of roddelen of klagen of dat soort dingen. En als derde ongezonde gewoontes. Wat het ook voor jou is, weinig sporten of ongezond eten of roken of alcohol drinken. Dit zijn ook de dingen die je op te geven hebt op het moment dat jij meer in de flow met meer geluk door het leven wil gaan. Bij deze, mijn naam is Pim Jansen. Ik hoop dat je dit waardevolle content vindt. Mijn missie in het leven is om zoveel mogelijk mensen te inspireren om meer uit hun leven te halen. En bij deze, als je dit waardevolle content vindt, klik dan eventjes op abonneren en denk eraan om eventjes op het belletje te klikken. Want alleen op die manier zie je alle nieuwe updates van mijn video's. Dan wens ik jou bij deze een prachtige dag toe en spreken we elkaar snel. Ciao!